Charleroi begint het best aan de match. Vrije trap Tante Bronjo. Kopbal Jovan naast Robert Jovan. De Hongaar speelt zijn eerste wedstrijd voor de Karolo's. Komt van Vazas Budapest, is hier een maand op proef. Krijgt dus weinig tijd om iets te bewijzen. Charleroi heeft een stage in Tunesië achter de rug, Gent in Turkije. Waar het beter geweest is, valt hier niet echt af te leiden. Geen van beide ploegen dwingt veel kansen af. Petrou die hier zwak, geen probleem voor Petri. Gent mist zijn libero De Meijer, gekwetst aan de enkel, maar Gent is goed georganiseerd, geeft Charleroi weinig ruimte. Hier lukt het wel. Bronjo probeert de bal richting Jovan te sturen, maar Savic zit er heel goed tussen. Vrijtrap aan de overzijde met Axel Smeets. Knap werk van Petri. Pas op het half uur de eerste deftige kans voor Charleroi. Rudy Moury, uitstekend bezig op links, gaat naar Jovan. Die mist. Bronjo misschien, maar die komt te laat. Wat later mag Castro een vrije trap nemen in de muur. De bal komt terug. Bronjo, maar Savic voorkomt de 1-0. De laatste 10 minuten voor de rust zijn voor Charleroi. Jovan met 1-0 aan de voet, maar hij gaat neer. Appelleert voor strafschop, maar hij krijgt geen strafschop. Ramčić gaat hier ook niet echt in de fout. En bij Charleroi blijven ze het proberen. Hoekschop met Dante Bronjo, veel hoofden en voeten. En dan binnengetikt door Robert Jovan, de nieuwkomer. Beter kon hier niet aan beginnen. 1-0 staat het 2 minuten voor de rust. Eerst Jovan met de kop. Rudy even en dan Jovan met de voet. Nog 2 minuten dus. 2 minuten die we beter goed gebruiken, denken ze bij Gent. Nordin Jbari met de kans. Maar de afwerking is niet zoals we van hem gewoon zijn. Charleroi op zijn elan verder na de rust. Balog richting Bronjo. Daar komt de voorzet. Jovan mist. Was opnieuw dicht bij een doelpunt. Al van 26 oktober is het geleden dat Charleroi nog eens won. De Zebras voelen dat het er dit keer in zit. Brunčić richting Bronjo. De voorzet komt er. Niet wel het schot, maar Savic staat op de goede plaats. Nog Charleroi met Marco Casto. Die moet nog Sandy Martens voorbij. Jovan opnieuw net niet, maar hij speelt zich wel in de gunst van de supporters. Bij Gent is de inzet er wel, maar kansen geen enkele. Al een kwartier voor tijd krijgt Jovan zijn applausvervanging. En ook Balog gaat van het veld, heeft de schoen van Jbari in het aangezicht gekregen. Gent met Van der Donk in plaats van Smeets komt er in het slotkwartier offensief beter uit. Kopbal Jbari, maar die mist richting. Nog 7 minuten, vrije trap Van der Donk. Jbari eerst. En dan Moury met de hand. Dat zeggen die van Gent toch alleszins, maar niet scheidsrechter Caranta. Gent krijgt geen penalty, ten onrechte volgens de herhaling. Moury raakt wel degelijk de bal met de hand. Geen strafschop dus, wel bijna nog een tegendoelpunt. Philippe Viers, die Jovan was komen vervangen, straks schot. Savic redt. De tijd dringt voor Gent. Met wat geluk komt de bal bij Jbari. Wat doet hij? Die legt terug op Sandy Martens. Schot. Petri houdt zijn ploeg recht. Het blijft 1-0. Eerste overwinning in 7 matchen voor Charleroi.